Freya Saïs, we lazen weer berichten van een rusthuis dat euthanasie had geweigerd. Wat vindt u daarvan? Wel, ik vind dat een regelrechte schande. Mensen hebben recht op euthanasie, ongeacht waar dat zij verblijven. Uiteindelijk is een woonzorgcentrum een thuisvervangende plaats. En een woonzorgcentrum heeft niet het recht om zich daarin te moeien. Euthanasie is een persoonlijk recht. Men mag niet interfereren in de relatie tussen een arts en een patiënt. U heeft daarvoor vandaag ook de minister ondervraagd hier in het Vlaams parlement. Wat moet hij doen volgens u? Wel, hij sprak vooral over vroegtijdige zorgplanning en daar ben ik absoluut de voorstander van, dat men vroegtijdig met de mensen bespreekt wat men wel of niet wil. Maar daar komt natuurlijk ook af en toe euthanasie aan bod. En daar wringt natuurlijk het schoentje. Men kan een vroegtijdige zorgplanning doen, maar als men uiteindelijk niet de wensen van de patiënt uitvoert, ja, dan heeft dat natuurlijk totaal geen zin. En vandaar ook mijn vraag om duidelijk in het woonzorgdecreet in te schrijven dat woonzorgcentra niet mogen interfereren in die arts-patiëntrelatie. Oké, dank u wel.